En ik kan ze ook een langere over doen, die naast mij snel, snel. Water, ruiten, alles is bij. Dus we gaan ervoor met z'n allen. Dankjewel. Hoi! Het is nog nooit zo mooi geweest, nooit in mijn bos. Ho, ho, ho. Ja, is goed. Hoort het, Robben? Ja. Succes, man. Ja, nee, kom erom. Maak er maar iets moois van. Ja, nu moet je 18. De Melkbos, de Melkbos. Zo kut hij al eeuwen elk jaar. Twee mikken, twee kusten, vier en halve bergenskop. En zeven ellen met bos. De Melkbos, de Melkbos. Die witte boksen, kooltrui en een blauwe wiel. De Melkbos, de Melkbos. Lang zullen ze leven, in vochten door licht, in hart en ziel. Geboren en getogen en leven in Boksmeer. Daar zien de jonggezellen, ze rijden vullen eer. Wie wordt er weer de koning, wie wint de koningsrit? Wie kreeg vandaag het koningsschild, die vochten wie bezit? Koester de traditie, door de freule ingesteld. Zonder Aleida was het stil in Kortensveld. Dus handhaven trekt onze vaderen hier. En heel Boksmeer gemist in alle aan de zwier. De Melkbos, de Melkbos. Jonggezellen strijden door in Korten met elkaar. De Melkbos, de Melkbos. Zo gut hij al eeuwen elk jaar. De koning van vorig jaar, die had gezegd, hey, joh, ik ga het niet meer doen. Bart, goedemorgen, een beetje naakt zonder schild of niet? Goedemorgen, ja, kun je het perfect benoemen, ja. Had een goede jaar gehad als koning? Ja, ontzettend leuk, eigenlijk vanaf net dat je eerst over streep kon. Tot vanochtend heb ik ontzettend veel plezier gehad, ontzettend met ons schild vragen, ja. Ja, wij vonden het ook leuk dat geen koning was, maar ja, dat vinden wij van iedereen, hè, daar gaat het niet over. Dus nou, als ik het goed begrijp, ben ik gestopt om te gaan trouwen of heb ik het allemaal steeds niet goed? Nee, dat net niet. Wil ze niet? dan moet ik het eerst vragen. Nee, juni krijgen ze eerst een kindje. Wat dat betreft is het zo altijd nog gemogen, maar mooier als afgelopen jaar kun je niet afsluiten. Kun niet alles weer jong, hè? Even bouwen, koning worden, hè? In ieder geval, ik wil lekker in het hek hangen. Nou, ik ga niet helpen, dus ik hoop dat ik voorlopig niet in het hek hang. Goed zo, hey, bedankt en succes ben ik. Ja? De Melkbos, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven. In vochten door licht, mijn hart en ziel. In vochten door licht, mijn hart en ziel. In vochten door licht, mijn hart en ziel. We zien de laatste hand aan het leggen aan de startlijn, startvak. En Peert die. Die stond er klaar voor. Dan Hendricks, 14 jaar, doet veel tweede keer met. Op een halfbloed tegen Mike Nielen. En die doet ook met, veel eerst debutant. En hij doet ook met op een halfbloed. Groene vlag. En daar komen ze aan mensen over de duiker heen. Mike Nielen op een wit paard. Een blauwe cap, een zwarte strepen. Maxi. En Dan Hendricks op een bruin paardje. Mike start aan de rechtse kant, Dan aan de linkse kant. En ze komen nu opgelopen naar het volbloedvak, maar ze moeten nog een dikke 100 meter. Maar de begeleiders houden er rustig goed in. En dan moet ook. Moeten jullie van die rare tafereel hebben. En de vlag is nog steeds groen. En van voor vandaag, voor de met was, 2023, de eerste ruiters die zich naar hun startvak begeven. Mike Nielen en Dan Hendricks, allebei halfbloed. Dan doet voor de tweede keer met en voor Mike is het de maidenrit op het heilige gele zand hier.
Goed, ik denk nog zo'n 25, 30 meter en dan ziet ze er. En de groene vlag is nog steeds omhoog. Mensen houden de benen binnen. Zie mijn halve bloedjes, maar kan toch gruwelijk hard gaan. Let op. Ja, nog een meter of 5, 6 en dan zien ze in hun startvak. En ze zien los. En Daan Hendricks die pakt de kop. En die van Mike is een beetje, die ging een beetje later van start. En het gat is al een dikke 40 meter zo. Maar Mike die begint toch nou ook goed door te rijden. Maar Daan die geeft gruwelijk gas. Die geeft gruwelijk gas. Ja, dan komen ze aan hier. De eerste rit van Metals 2023. Met dan de leiding Daan Hendricks. Dan ben ik van 14 jaar. Die heeft toch wel lengte voorsprong op de eventueel Mike Nielen. En die gaat nu de laatste rechte lijn in. Aan de leiding nog steeds Daan. En Daan zoals ik jou als ex-upkieken inhouden. Want daar kunnen we dadelijk de halve finale, want je gaat hier overtuigend over de finish. Daan Hendricks, 14 jaar Gimpers, die overtuigend de eerste rit. En hier komt dan Mike Nielen en Mike met nummertje 2. Met een schitterend beertje. Halve finale. Halve finale inderdaad. Ging goed. Ja, ging heel goed. Hij was heel snel weg. Dus ja, hij was heel snel weg gelukkig. Dus kom ik snel, hij zat goed voorblijven. En hij is mooi tot het eind van de rit volgehouden. Was het ook wat je verwachtte? Ja. Ja, ik begin ook wel een beetje spanning. Want ik was wel een goede, ik ken hem wel lang al. Hij was al tijdens dat wel redelijk wel, hij was wel fit. Dus ik was er een beetje bang voor eigenlijk, maar het is wel gelukt in ieder geval. Nou, geniet er even van en klaar voor de halve finale. Komt goed, helemaal voor de halve finale. Ziek straks. Top, tot straks. Goed, Frank van Koningsbrugge en Rens Verberg, nummer 4 en nummertje 6. Ze komen een duiker over. Een groene vlag en ze gaan met hun begeleiders het startvlak in. We gaan het meemaken. Frank van Koningsbrugge tegen Rens Verberg. En je graag wil in de koning tegen een bestaande koning van 2017. En ze zien los. En ze gaan mooi gelijk op. Frank van Koningsbrugge. Frans die ligt net even een beetje voor. Maar dan komt hij aan hoor. Van Koningsbrugge. Maar oh, mensen, we gaan dit hard. We gaan aan gaat. Let op met de benen. Ik ben zo weer kwijt, Jos. Kom eens aan. Ja, daar komen ze aan. En het is Rens Verberg die aan de pietenkant toch een lengte veelheid op Frank van Koningsbrugge. En Rens met al zijn ervaring. En Frank natuurlijk ook. Maar nog steeds hier in die mensen komen ze nooit. En het is Rens Verberg die weer opkomt. En het is Frank die er toch vlakbij komt. Hier komen er twee aan mensen. Hier wordt gestreden op die plek in de halve finale. Maar het is toch Rens Verberg. Die nog een stukje veel ligt. Rens Verberg, de lengte voorsprong. En die gaat hier over de finish. Rens Verberg met nummertje 6. Besluit hier met een lengte voorsprong. Frank van Koningsbrugge. Rens Verberg, oud-kutting 2017. Dicht naar de halve finale. Gefeliciteerd, de eerste rit. Hoe ging het? Ja, ging goed. Frank en ik kwamen mooi gelijk op in het vak. Toen konden we mooi langs elkaar afspringen. Toen kon ik meteen een voorsprong met de start pakken. In de bocht dacht ik dat Frank nog een beetje kwam. Toen heb ik hem een beetje even gereden voor de zekerheid. Maar uiteindelijk ja, ging de rit wel gewoon goed. Het was een leuke rit, ging rap. Ja precies, het was best spannend hè? Ja, ook die van Frank, ook een lekker paard. Maar toen we de rechtlijnen kwamen had ik wel in de gaten van dat ik hem wel ging, ja, dat ik hem wel ging winnen. En hoe acht je je kansen voor vandaag? Ja, ik kom dadelijk een halve tegen. Nou weet ik zo goed niet wat er nou gaat komen, maar ja. Paard is er klaar voor. Hij kent nou een spelletje, zo gaan zien. Succes voor de halve finale. Ja. Jens de Kieviet tegen debutant Thijs Pans. En Jens is 15 jaar, het zijn twee tieners en Thijs is 12 jaar, de jongste van allemaal. Jens die staat op de volbloed, genaamd Tech. Oh, die Thijs die geeft gas en Rens die gaat erachteraan. Dat is niet normaal. 12 en 15 is niet te geloven, mensen. Thijs Bans ligt veel op. En Jens die komt toch langzaam aankruipen. Maar ik ben ze kwijt. Ja, hier die twee tieners die langs elkaar, zij en zij. Hier door die laatste bocht. Jens de Kieviet, Thijs Bans. En dat gaat erop, mensen.
Dit is een strijd tussen die twee tieners. Langs elkaar, is dat mooi te zien. 12 jaar en 15 jaar. Komt maar aan, son. Hoppen of opbloed. Want hij wordt de volgende finish. Langs elkaar. Wordt het Jens Kiefiet? Of wordt het de neemtel Thijs Wetter? Hier komen ze aan. Want doe het maar. Even kijken. En het is, denk ik, als ik me eigenlijk niet vergis, even Jens de Kiefiet. Hé hey Jens, fotofinish, super spannend. Zo, ja, was geweldig. Vooral voor de tweede keer neus en neusje. Dat zijn de ritten die je wil. Vooral om te oefenen. Oefenen, is het echte werk, Jens? Ja, weet ik, maar het voelt als mij gewoon nog veel mee te doen. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja, was top. Nou, je staat in de halve finale, gefeliciteerd en geniet ervan. Maar volgens mij komt dat wel helemaal goed. Ja, komt goed. Dankjewel. Nummer 3. En dat is ook weer vuurwerk, twee volbloeds. Kenny Kruijman met zijn 23 jaar. Doet veel de tiende keer mee. En die pakt dit tegen Teuven Boekholt. Met zijn 6. En die doet veel de derde keer mee. Goed, ze komen de baan op. Teun van Boekholt, blauwe kap. En Kenny Kruijman, oranje. Rood. En ze zien los aan die van Kenny. Die gaat er vandoor. Teun had wat moeite. Teun had wat moeite mee starten. Maar Kenny gaat gruwelijk hard. Maar Teun had een oud ritme ook gevonden. Ik denk een 3-4 lengtes verschil. Maar Teun is goed het oppakken. Ik zie hem heel klein beetje opkruipen. En ik ben squid. Ja, hier komen ze aan. En Teun die hangt toch alweer aan het keuntje van Kenny hier. Die twee die gaan echt hier ook strijden voor die halve finale plek. Maar daar komen ze aan in de laatste bocht. Kenny Kruijmel, Teuven Boekholt, langs elkaar. Met zijn kikkerhuis, ze gaan langs de hekjes op. Kenny Kruijmel heeft nog een stukje veel, Teuven Boekholt. En dan geeft Kenny gas. En Teun is gezien. Kenny komt hier over de finish. Met een tweetal lengtes. Gaat hier Kenny over de finish. Gefeliciteerd, het ging er even op, of niet? Ja, dank u, het ging er even op, ja. Op een gegeven moment kwam ik bijna stil, maar ik voel hem toch aantrekken. Toen keek ik naar rechts en zag ik dat mijn tegenstander af was gevallen. Ik hoop dat hij niks heeft, maar ik kom daar ook wel achter. Maar hij liep goed. Tijd voor de volgende ronde. Ja, dat schrik je denk ik wel als je dat ziet. En ik wist dat hij sterk kon zijn, dat wist ik al. Maar goed, ik kwam bijna stil. Toen voelde ik hem nog een keer aanzetten. Ik dacht, ja, er is iets anders, kan dat niet. Toen keek ik naar rechts en zag ik omstander zo doen. En hij is denk net voor de start of net voor de finish afgevallen. Maar goed, ik hoop dat het goed gaat. Hij komt er al aan, dus. Ik wil ook even naar hem toe en dan even kijken hoe het ermee is. Dat is ook met worst, toch? Ik ben, doe het met z'n allen. Hoort er toch bij en toch een beetje sportsmanship laten zien. Nee, maar wat ik bedoel met het is ook met worst, je bent er ook voor elkaar, weet je. Het is een strijd, maar jullie zijn ook makkers. Ja, we zijn, ja, tijdens de rit zijn we vijanden, wil ik niet zeggen. We zijn ook rivalen en na de finish is gewoon klop omzetten. Ja, heb je verloren, ja, boeien. Gewoon klop omzetten, elkaar feliciteren en gewoon een gezellige dag van maken nog. Nou. Ik ga snel naar Teun kijken en succes dadelijk bij de halve finale. Komt goed, dank u. Dus mensen, nou een ritje van twee. Nick Breidingmeijer op de volgroet met nummer 11 tegen Luc Westerbrun op de volgroet met nummer 12. Mooi netjes langs elkaar op. En het kan maar weer gebeuren mensen. Houd de benen binnen. Zorg toch niks door die hekjes instekt. Want ze komen misschien heel langs het hekwerk af. Nog een meter of 10, 15 en dan zien ze in het startvak. Lucas de Bruin en Nick Brenningmeijer. En ze zien los. En dan gaat nek aan nek. En Nick houdt nog een klein beetje achter. Die zit nog om een beetje meer druk te krijgen op de achterhand. Die gaat nou ook omhoog. Maar ze blijven lekker aan elkaar hangen. Lekker langs elkaar. Als dat maar goed gaat, dat ze toch nog maar aan een beetje wat meer gas kan geven. Maar op heden zien ze nog steeds langs elkaar en ik ben ze kwijt. Ja, dan komen ze ook aan. En ook deze twee. Nick Brenningmeijer, Lucas de Bruin. Langs elkaar door die laatste bocht. Ook dit gaat een spannende rit worden. Wie gaat er door naar de halve finale? Is het Nick Brenningmeijer of Lucas de Bruin die al een aantal keren, ondanks je jonge leeftijd, die finale gereden had? Maar hier wordt gestreden, langs elkaar. Nick en Thee. Oh, en er wordt ook weer net niet. Maar het is Nick Brenningmeijer versloot hier op de streep. Lucas de Bruin. Nick, gefeliciteerd. Halve finale. Op een
eigenlijk een paard wat je nog niet zo lang kende. Maakt dat voor jou uit? Nou, we hebben hem redelijk recent aangeschaft, ja. Maar hij stond nog in Frankrijk. Toen ben ik daar 9 dagen naar afgereisd om te trainen en om hem te leren kennen. En dat heeft tot nog toe zijn vruchten afgeworpen, zou ik zeggen. Zeker halve finale. En hoe ging de rit? Ja, de start ging goed. We gingen ongeveer gelijk weg. Daarna kwamen we naast elkaar. Toen op een gegeven moment in de bocht dacht ik, nou, ik moet er wel even aan. En uiteindelijk won ik met een hals, dus tevreden. En hoe zie je, want ik weet dat je een outsider bent. Ja, ik weet niet wie mijn tegenstanders zijn. Volgens mij Kenny de volgende rit. En hierna moet blijken en we gaan het zien. Succes nog. Dankjewel. Ja, groene vlag. Ja, ik ben weer op de hoogte. Ik dacht dat ik een kleine manco in mijn boekhouding had. Patrick Verhooy, Groenhelm. En tegen, oh nee, tegen, dat is Dilano. Dilano van Nune. Tegen Patrick Verhooy. Patrick doet de tweede keer met. En Dilano is debutant. Halfbloed, volbloed. Dus de halfbloed komt het eerst op de baan. Nummertje 14. Dilano. Mooi, leuk petje. En die had dus 100 meter ver, dat is de handicap. Dus die moet nog, nog een meter of 70, 80 showen. Staatbegeleider is erbij. Yvonne Tunnissen die brengt hem ver. Met dus nog iemand die ik dan helaas niet ken, maar ik kan ook niet iedereen kennen. En onze volbloed van Patrick, die stut nog in de paddock. En die wordt ook gesommeerd om uit die paddock te komen. En die maakt aanstalten om de duker op te gaan. Patrick had een blauwe helm, Dilano een mooie lichtgroene helm, limegroen. En nu moet ik aan twee kanten tegelijk kijken of dat lukt. Even kijken, volbloed op de baan, halfbloed bijna in het startvak. En Patrick Verhooy. De halfbloed draait nog een keertje. Er wordt gesommeerd dat ze naar elkaar kijken. En het kan zomaar gebeuren. En ze zien los. En Dilano is goed weg. En Patrick ook iets klein beetje vertraging. Hij komt nu omhoog. En eens kijken of hij de geld dicht kan rijden. Ik denk dat hij toch al gewoon 1 meter of 20 te pakken had op Dilano. Maar het lijkt wel of hij toch niet opgeeft. Hij gaat toch maar lekker door. Dilano binnen kwijt, maar Patrick komt eraan hoor. Ja, daar komen ze aan. Het is inderdaad, ik heb me net even vergist, maar een ritje van 2. Omdat deze Dilano nog steeds ver op. En Patrick die zal toch van meters goed moeten maken om hier die debutant met zijn 13 jaar te verslaan. En ik kan nog wel vertellen, als Dilano er mooi op blijft zitten en hij rijdt hartstikke mooi, gaat hij hier Patrick verslaan met hele lengte. Want hier komt hij al aan. Dilano van Nuenen met 13 jaar. Gaat weer naar de halve finale. En hier komt Patrick Verhooy op zijn volbloed. In de mindere staat gaat dan wordt het zien geweest. Want op heel wat lengtes gaat hier binnen naar Dilano. Dilano, ook met zijn 13 jaar, gaat er maar aan staan. Maar gaat toch mooi weer naar de halve finale. Dilano, mooi man. Eerste keer met worst en meteen halve finale. Ja, niemand verwacht, maar toch wel gered. Hoe denk je dat dat kwam? Wat ging er goed aan de rit? Eigenlijk alles. Geen dingen die fout gingen. En ja, blijkt daar toch een mooie winst. En op een halfbloed. Ja, dat zeker. Ja. Hey, geniet ervan en dadelijk succes voor de halve finale. Dankjewel. Ik ben nog niet klaar, want hij is een groot strijder tegen de koning van 2016, 2018, 2020, Gijs Snijders. Op een volbloed met nummer 17. Dus met ze in deze rit. Diego Zegers op een halfbloed tegen Bees Geers op een volbloed en Gijs Snijders ook op een volbloed. En nummer 17, Gijs Snijder, die zit al op zijn volbloed. Het is even wachten tot die andere twee ook opstappen. Even kijken, ze lopen vlak achter elkaar. Oh, we moesten nog wachten op eentje. Oh, die staat op de baan, ja. Nummer 15, Diego Zegers. Zijn broer zou je ook meedoen vandaag, maar helaas kwam het paardje niet door de keuring en erg spijtig voor hem. Ik hoop dat hij de moed houdt om volgend jaar nog een keer te proberen. Maar zijn broer in ieder geval
Die gaat met een half bloedje van start. Nummertje 15, Theo Zegers. 14 jaar, tweede keer dat hij meedoet. Is nog één volbloed. Nee, allebei zetten ze te paard. Gijs zit erop en Mees zit erop. Ja, Gijs, dat weten we allemaal. Hè? Die weet precies hoe het hier werkt. Maar Mees zal zeker proberen erbij te blijven. Mensen, houden alles weer aan de kant en binnenboord. Want de volbloedjes komen er wel op. Ik heb een groene vlag. Mees zet een oranje adem op. En Gijs een blauwe kap. En Theo een rood met zwart. De volbloedjes staan al in het startvak. Ze gaan even wachten op de halfbloed. Nee, denk ik. Ik weet niet wat ze beslissen. Wordt beslist om nog één keer te draaien. Het ging niet helemaal synchroon. Ze probeerden altijd synchroon mogelijk te doen. Tot dan meteen van Kietkaf kan gaan hier. Maar ja, dat lukt niet altijd. De volbloedjes zijn redelijk rustig. Twee volbloeds, één halfbloed. En ze staan met de neus de goede richting op. En ze zien los. Mees was wat aan de late kant. En Tigo ook, maar Gijs Snijders, die was wakker. Mees was echt wel jammer, maar hij probeert de gat dicht te rijden. En Tigo, ja, die had hem nog niet in de geloop. Dat gaat nog niet zo goed. Maar Gijsje net veur op, maar Mees blijft er toch goed. Goede lengte achter, dus hier voor jou, Jos, ik ben ze kwijt. Ja, dan komen ze aan en ja, helaas... Tigo niet goed verstaat, maar het is het Gijs Snijders die nou op dit moment de leiding had. Maar dat vlak achter hem, Mees Gerrits. En hier komen ze aan mensen op de laatste meters. En Mees die gaat nog flink aansporen. Gijs heeft nog een stukje ver. Gijs Snijders, Mees Gerrits, hier komen ze aan. Maar het is toch hier Gijs Snijders die toch hier op het tweetal lengtes over de streep gaat. En hier deze red wint. Gijs Snijders versloot hier op twee lengtes. Mees Gerrits. En mensen geven hier een flink applaus. Tigo Zegers met 14 jaar. Een Peertje kwam pas laat in galop en die gaat hier over de finish. Tigo Zegers gaat nou hier over de finish. Maar het is toch overtuigend dat Gijs Meester slot. Gijs Snijders wederop naar de halve finale. Gijs, gefeliciteerd naar de halve finale. Hoe ging de race? Ja, hij snapte er niet heel veel van. Hij keek een beetje onderweg met naar het publiek en zo. Maar hij zal nou wel snappen. Dan toch nog zo met zoveel winnen. Ja, klopt, dat ging wel goed. En je bent een van de meest ervaren rijders hier in het veld. Vorig jaar was het een wat minder jaar om zo te zeggen. Ben je nou extra gebrand? Ja, dat wel. Alleen de kant waar ik zit met de loting is een hele nare kant om te zitten. Een hele hoop sterke rijders, dus winnen zal vandaag heel moeilijk worden. Nou, heel veel succes en komt vast goed. Ik heb een groene vlag hier en ik heb er eentje achter en Roy zit al op zijn paard. Nummertje 18 op een halfbloed, dus ja, dat begint weer, hè. Dat moet 100 meter voorsprong. Halfbloedjes al op de baan. Twee volbloedjes die draaien nog even een paar rondjes. Joey Jaats hangt eraan hier. En Nick Jansen. En wat een keer lopen voor jullie wel, hè? Stel ik een luie kels, moet een keer een paard veel brengen, hebben ze een tongel in en op de schoen hangen. Maar dat geeft niks. Oh, ik kreeg toch een donder. Maakt niet uit. Bas Jansen. Dit is de tweede keer dat hij doet. 14 jaar. Ondertussen komt Roy en Sam de duik erover. En het gaat redelijk synchroon. Roy is op de baan en Sam nou ook. De vlag is mooie kleur groen. De halfbloed is umminum in zijn startvak. Even rustig aan. En ze zien los. Ja, Roy hier, hè. Maar die Sam die denkt misschien, ik zal gewoon Tom de Kieken voorbij kan komen. En het halfbloedje gaat ook redelijk verkeerd.
Maar ze komen er toch gereden, dat gaat nog wel dicht. Maar van de volbloeds lid Roy nog een halve lengte voor. Maar Sam Jansen, Sam Wolders, doet er alles aan om erbij te komen. En ik ben ze kwijt. Ja, hier komen ze aan. En het is toch nog Bas Jansen die in de laatste bocht nog ver opleidt. En het gaat hier recht op rijden. Ja, hier komen er drie aan. En Sam die zit er ook nog bij. Roy die let een klein stukje ver. Roy kijkt hem. En Sam die hangt eraan. En het gelukt erop dat het tussen Sam en Roy wordt. Maar het gaat hier toch met... Ja, Roy van Eck bent hier. Met twee lektes van Sam. En nummertje 18 Bas Jansen. Hing er toch knap aan, hoor. Ondanks dat hij met de start wat moeilijk weg was. Maar het is hier toch Roy van Eck die met twee lengtes Sam Wolters klopt. En dan net een lengte achter Bas Jansen die er toch nog knap achter zat. Ondanks zien een slechte start. Hi. Roy, gefeliciteerd door naar de halve finale. Kun je een beetje de rit beschrijven? Ja, we hadden een halfbloed en een volbloed. Met een halfbloed kun je eigenlijk nooit sparen, we hadden naar heen rijden. En Bas had een snelle, dus ik moest wel gas geven. En daarna was het eigenlijk prima. Het is dit jaar voor het eerst zonder zweep, hè? Hoe is dat nou? Het is zonder zweep natuurlijk heel anders rijden. Wij zitten kort. En ik merk aan die van mij, met het publiek, is hier redelijk aan het kijken. Het is eigenlijk fijn als je hem net ermee kan helpen. Maar nu moeten we mijn rijen oplossen en iedereen heeft er last van. Dus prima, zo. Dan is waarschijnlijk jouw ervaring wel, helpt daar wel bij. Ja, dat denk ik wel, ja. Nog heel veel succes en misschien tot straks voor de camera. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat we elkaar de hele dag mogen spreken. Daar gaan we vanuit. Ja, ze zien los. Alleen nummer 23. Die vertrekt. En dat is Tim Hendricks. En nu pas gewoon de andere twee. Ze stonden hier een beetje stil en het ging allemaal. Maar in ieder geval, Tim Hendricks, die let wiet vuur op. En die andere twee samen en Levi, die moeten er achteraan. Levi let zo te zien, laatste. En Tim Hendricks, die was het peert, dat word je ook weg. En die andere twee bleven staan, maar ik ben ze kwijt. Ja, dan komen ze aan en in het dal het Tim Hendricks ruim voor. En Tim was gauw als ook hem kijken en dan gaan controleren, want je moet dadelijk nog een keer. Hier komt Tim Hendricks, die had heel lang te veel door. Omdat die andere twee, Levi Henke en Sam Jansen, stil bleven staan bij de start. En hier komt Sam Jansen, die komt nog op de finish. En hier komt Levi. Allebei bleven stil zijn aan de start en daar profiteert Tim van. En Tim Hendricks. Goed, net als zijn broer dan deur naar de halve finale. Hey Tim, wat een start. Ja, hij deed heel goed. En de rest van de race, ja, dat was... Ik snapte het eigenlijk niet zo goed. We starten goed en daar was ik blij mee. En ik keek op het scherm, ik zag helemaal niemand in de buurt. Ik zag al niemand komen en ik op het scherm ook niet. Dus. Maar het was ook geen valse start, dus je kon gewoon door? Nee, de start duurde heel lang. Eigenlijk te lang. En ik weet niet wat er gebeurd is met de start, maar die van mij was goed weg. Dus ja, door. Samen met je broer in de halve finale. Ja, heerlijk. Ja. Geniet ervan en misschien tot straks. Komt goed, dankjewel. Ben Pieper had een gestriepte naam. En Paul Weijer in een blauwe met een zwarte pluim erop. En er kan een zomerreactie start worden als ze met de neus de goede kant op staan. Luister, twee ritten van twee. En ze zien de duik erover. Ze komen het startvak in. Dat kunnen jullie allemaal ook zien natuurlijk. En we gewacht, is de vlag is groen. En ze zien los. Ja, Paul de Weijer neemt toch een veel sprongetje. Van een millimeter in lengte of 6, 7. Maar Ben Pieper, die is toch niet van plan om terug te keren of wat. Die gaat toch gestaag door. Maar voorlopig ligt Paul de Weijer toch nog aardig een stuk vuur op. Ben Pieper die doet er alles aan zo te zien. Het peertje had het licht nog niet gezien in de achterkant hoor, bij Jos. Paul de Weijer gaat lekker door. We hoeven lekker verder en ik ben ze kwijt hier. Ja, dan komen ze aan en het is inderdaad Paul de Weijer die er flink
plekje gelopen gehad, maar je weet met die knollen wel, en je ziet wel, het duurt niet lang of ze gaan in de draf. En als Ben, daar zit Peertje, zie de knol nog ergens in het geloop kan houden, dan zit je er zo bij. Want dat is elk jaar zo, die knollen die gaan hard van step. En dan zien ze nog een meter of 200, hebben ze de piepeloos leeg. En dan gaan het lang duren mensen. En het is Paul van der Weijer, die ligt toch nog een stukje ver op. Maar Ben die zit er zo bij, want die is gewoon nog in het draf. En ligt erop dat Ben het knolletje ook nog in het draf zit. Of niet in het geloop, want die gaan dan, ja, want helemaal weer zijn de gang. We hebben geen zweep gebruikt meer dit jaar. Dus zo te zien, komt hij hier aan, Paul van der Weijer, in het draf. En dat gaat nog echt sturen. Maar juist toe mensen. Misschien dat hij nog in het geloop spreekt. We hebben wel vaker gehad hier aan de finish. Dat ze los waren. En toen keerden ze zelf op. We hopen nou dat de neus dus in de goede richting heeft blijft. Want anders zien we hier nog niet klaar vandaag. Maar juich hem toe, Paul van der Weijer. En debutant Ben Pieper. Hier komen ze aan. En het gaat nog echt sturen. De volbloeds die waren al lang weer achter. Maar ja, nou Ben, probeer hem aan te sporen. Leg de rechts met die beugels. Want als ze dadelijk doen, schijnen ze er allebei uit. Paul van der Weijer nog veel op. Kom op, Paul. Zijn nog uit die laatste meters hier in de geloop. Oh, hij valt ook stil. Dat gaat toch ontspannen. Nou Ben, probeer het knallig aan de gang te krijgen. Maar het gaat er toch liegen als Paul het volhoudt. Wat Paul, dat, oh, hij staat stil. Maar het schiet op, je kunt er nog bij komen. Maar het is hier, Paul van der Weijer, gaat hier toch over de finish. En wint deze rit. En hier komt Ben, allebei de piepleeg. Zowel de knol als de ruiters. Dat gaat er maar aan staan. Kijk maar, we raken ze op gang. Paul, van harte, na de finale rit van de knollen. Niet op een paard, op een knol dit jaar. Nee, nou ja, eigenlijk 3,5 week geleden... toch tot de constatering gekomen dat mijn paard dusdanig gebreken had dat hij niet mee kon doen. Dus ja, toen was het iets te kort dag om nog iets anders te zoeken. Dus ja, uit op de knol. En hoe is het bevallen? Ja, wel anders. Zonder zweep op een knol in de menigte. Dat is moeilijker dan ik had verwacht. Ja? Ja. Waar zat de uitdaging in? Ja, vooral dat hij graag om wil draaien. Hij wilde terug. Ja, precies. Nee, maar het ging echt goed. Dus uiteindelijk nog voldoende afstand gehad. Een beetje rustig aangedaan en dan op naar de finale. Succes dadelijk. Dankjewel. Met zijn lemmers, met de knop Doris, 25 jaar. De blauw ligt de kap op, 25 jaar. En hij gaat strijden tegen Rick van Boekholt. 27 jaar, logistiek MSD, Animal Heat. Met de knop Lucien Nonnenam, Jara. Even kijken. Ja, roze. Rick en de rozen halen hem op. Ik vind het meer rood. En de paardjes zijn de weg op. Ze komen in het volbloedvak. En ze wacht daar op de azen. Ze los. Ja, Rick die gaat er meteen aan. Maar Mitchell. Mitchell die wil laten zien. Kom eraan. Jawel. En de Mitchell gaat hem wel voorbij. Ik ga niet erg aan, maar wel toch gestaagd. Mitchell voorop. En Rick blijft goed volgen. Die mooie erachter, die zit mooi een beetje achterop. Misschien zit hij wel op vinkentouw. Ik denk, ik pak het ook op het tent wel. Het gaat best wel hard. Het gaat iets harder als de vorige ronde. Mitchell, die blijft hem goed aansporen. Maar Rick probeert aan de buitenkant toch erbij te komen, jongen mensen. Je moet eens kijken. Die Rick die dood gaat om een lekker deur. En ik ben ze kwijt. Ja, dan komen ze aan. En inderdaad, Rick die komt eraan. Die zit zo wat langs Mitchell. En we gaan kijken met ze of deze twee knollen het wel volhouden om in galop hier naar de finish te komen. Of gaan ze dadelijk ook in de draf. Want ja, ze zullen zo een keer muur worden. Alleen die knollen ook eruit is erop. Maar hier komen ze aan. Met zijn Lemmers en Rick van Boekholt. Gewoon zij aan zij. En nog steeds zetten ze in galop. Juich ze toe met ze. Want dit is geweldig om die twee te zien. En ja, zoals ik al zei, gewoon ook deze twee van de galop in de draf. We kunnen zullen jullie ze helemaal mooi aanschouwen langs elkaar. Jongens, blijf niet langs elkaar rijden, maar één motto winnen. Denk eraan. Ja, en ze sporen we aan. En het is Mitchell, die lint ook een stukje voor. Rick zit er langs. Ja, die twee die willen gewoon samen hier over de finish komen. En er wordt nog een keer aangespoord. En hier komen ze aan. In de
Finale van deze plek langs mijn kop met zijn levensrijk van Boekel. Nog een vijftigtal meter. En het gaat ontspannen, het gaat ontspannen, het gaat ontspannen. En het wordt met zijn levens gaat weer naar de finale. Hij sloot hier, Rijk van Boekel. En ook die twee hebben de piep leeg. Gefeliciteerd, finale knollenrit. Yes. Ja, top. Dat was ook mijn doel, dus ik hoop dat we gaan winnen. Hoe ging het? Het ging prima. Ik had wel een slechte start. Ik lag volgens mij een lengte of twee achter. Ik ging er wel vrij snel voorbij. Maar knollen viel op een beetje stil. Dus je merkt ook een beetje aan, best wel uitgeput. Veel hard moeten rijden ervoor. Maar we hebben hem gelukkig. Nou, geniet ervan en succes dadelijk. Komt helemaal goed, dankjewel. Hè. Ik heb een groene vlag hier van Marcel. En ik heb drie paard in de paddock. En dan gaan we. Die gaan zich. Die krijgen nu de opdracht om op te stappen. 1,5 bloedje van Daan Hendricks. Tegen 2 volbloedjes. Jens de Kivit. En Rens Verwerkt. Dat zal toch nog wel eens best aardig kunnen zien. Want die volbloedjes hebben in de eerste ronde redelijk wat moeten geven. Misschien. En we hebben gezien tot die van Daan Hendricks, dat die best wel snel is. Twan Stiphout doet er al jaren hier het fluitsignaal. Ja. Daan is op de weg, jullie op het schermen kunt zien. Hij wordt begeleid door Ton Onderstein, koning 2010. Altijd wel van de partij als het met de mat was en met de paard zien. Ik kan wel op vertrouwen op die man. Ja, ik kreeg wel een keer een goed tegoedbon of zo, hè? Dankjewel. Even kijken. Het is nog een meter of 30, 40, voordat hij op zijn startvak is. En ook Jens zit op het paard. En Rens ook. Rens had een oranje cap met een blauw bolletje. En Jens een rood-blauw. Maar komt even niet goed hier. Volbloedjes komen op de baan. Even kijken. Nummer 7. En nummer 6. Nummer 6, Rens Verwerk, oranje cap. Blauw bolletje erop. En ze zijn in het startvak hier. Nee, helaas moet er nog een keer gedraaid worden. Ben benieuwd of Daan het vol kan houden. Want ik moet kijken of dat allemaal synchroon gaat hier. En ze zien los. Ja, en dat gaat lekker hard. Rens Verberg die zit alweer in de racezitting. En Jens de Kivit die zit er een anderhalf, twee lengtes achter. Maar Daan die geeft hem goed gas hoor. Die Daan die is nog niet van plan om de af te geven hier. Maar ik ben ze toch wel al kwijt, zo hard gaat het dan wel. Ja, dan komen ze aan en ik zal jullie vertellen dat Daan Hendricks toch nog even wat meters veel lid op Rens Verberg. En daar achter weer Jens de Kivit. Maar gaat het de ervaring winnen van de tiener. Rens Verberg, Daan Hendricks, Rens Verberg, Daan Hendricks. En Rens gaat er nou langskomen, langs Daan. En die gaat al opkijken. En Rens Verberg, kan ik jullie gewoon vertellen dat dat de eerste ruiter is die deur gaat. Naar de halve finale. Jens de Kivit wordt hier op een tweetal lengtes tweede. En Daan op een drietal lengtes van Rens wordt derde. Hey, daar ben je weer. Gefeliciteerd. Finale. Hoe ging het? Ja, ging goed. We moesten één keer eventjes draaien. De paarden bleven mooi rustig. En toen stonden we de goede kant op. En toen ging ik eigenlijk mooi met de start gelijk weg met Jens. En toen heb ik Daan mooi in het vizier gehad. Op een gegeven moment toen ik de bocht in kwam, zag ik wel dat ik Daan wel, dat ik hem wel kon pakken. En toen heb ik hem mooi naar huis toe gereden. Dus de eerste rit snapte hij er niet echt, maar nu weet hij wat er aan de hand is. Dat beloof wel voor de finale dan? Ja, we gaan het zien. Het zal pittig worden, maar ik ga mijn best doen. Nou, geniet ervan en heel veel succes dadelijk. Dankjewel. Nou mensen, komt de volgende rit. Halve finale, Dylan Overnune met zijn 13 jaar debutant. Tot hem een mooi afgezin. Hij gaat strijden, ook tegen twee ervaren jockeys. Diek Brenningmeijer en Kenny Kruijman.
Groene vlag, Dilano is op de dukker. Wedstrijdbegeleider is erbij. Halve bloed op de baan. Ah, het is een heel eind, 100 meter. En het is hier zwaar lopen. Want die gele zand die geeft niet veel met. Maar het is ideale bodem voor de pertjes. Gehoord ze niet lopen. Vroeger lag er maar een krummeltje zand op. Tegenwoordig beginnen ze om 5:30 al te rijden om de grijder op te krijgen. Dilano is super geconcentreerd. Gaat goed. En de twee volbloedjes zijn ook de mannen, die jockeys zitten er ook op. Kenny zit erop. En Nick Brenninkmeijer zit er ook op. Die wachten even tot ze uit de paddock gehaald worden om de duik erover te gaan. Zodat ze zich in hun startvak kunnen voegen. Ah, dat gaat goed zat. En de twee volbloedjes komen een duik erover. Half bloedje met een keijeugdige debutant. Die toch een ronde verder gekomen is tegen twee volbloedjes. Ja, ze zijn los. En Dilano die gaat er voor thuis heen. Maar die andere twee, Kenny en Nick, die gaan... Hij let iets voor, onze Nick. Klein beetje. En Dilano doet zijn best. Ik spoort hem goed aan, maar het geld wordt toch wel echt klein. Ik hoop dat hij het kan redden. En dan zien we ze gewoon zo hard ook zo kwijt bij je. Ja, dan komen ze aan. En het is nog steeds Dilano die hier in de laatste bocht veel oplet. Maar die twee volbloedjes die komen eraan. Maar die zullen toch flink gas moeten geven. Want Dilano met zijn 13 jaar net hier nog steeds veel op die laatste meters. En dan komen de twee volbloedjes. Maar ik kan me vertellen, hier Dilano van Lille gaat naar de finale met zijn 13 jaar. Terwijl hij op een aantal lengtes, Nick Brenninkmeijer. En daar weer op twee lengtes, Kenny Kleinman. Maar wel een verrassing, Dilano van Lille op heel wat lengtes klopt hij hier. Nick Brenninkmeijer en Kenny Kleinman. Dilano van Lille verrassend naar de finale. Wat doe jij nou? Zomaar in de finale? Ja, blijkt. Gefeliciteerd, wat een prestatie. Hoe ging je rit? Snel. En gewoon goed. Geen fouten gemaakt. En zo goed mogelijk gereden. Was je zenuwachtig voor de start? Voor in het begin even, maar toen ik erop zat niet meer. En nou sta je gewoon in de finale? Ja, vraag ik me niet hoe, maar het is gelukt. Geniet ervan en veel succes straks. Dankjewel. Mensen, de laatste derde halve finale, de belofte ook in te horen. Want er komt aan de start twee onkunningen. Roy van Eck en Gijs Snijders gaan strijden met Tim Hendricks op die laatste finale plek. Tim Hendricks, Roy van Eck en Gijs Snijders zijn op de baan. En nou zien ze los. Alle drie tegelijk op. En Roy van Eck die pakt de kop van de drie. En Tim die moet God om een gruwelijk bijgesturen. En Gijs Snijders die zit aan de rechtse kant van Roy. En ik denk dat hij er nou toch wel rap, een beetje krap tegenaan zit. De drie musketiers komen eraan jongens, ze zien van jou. Ja, dan komen ze aan en die liggen vlak langs elkaar hier. En het gaat gewoon spannend mensen. Wie wordt het? Wordt het Roy van Eck? Wordt het Gijs Snijders? Wordt Tim Hendricks? En die komen hier alle drie naar de streep toe. En dan gaat het spannend. Roy van Eck, Tim Hendricks, Gijs Snijders. Roy van Eck, Tim Hendricks, Gijs Snijders. Roy van Eck, Tim Hendricks, Roy van Eck. En het is Roy van Eck. Versloot hier op de streep. Tim Hendricks, Gijs Snijders. Wordt op tweetal lengtes derde. Maar het is Roy van Eck die wederop naar de finale gaat. Gefeliciteerd, wat een race, Roy. Ja, dat was eigenlijk een finale rit. Jezus, dat ging hard zat. Je bent er helemaal buiten adem van. Ja, ik heb in de afgelopen 13 keer dat ik heb meegedaan niet zo hard hoeven rijden. Het was met twee topsprinters ernaast, was het erg spannend. En ik zag eerst Gijs komen, daarna Tim. Ik heb geen seconde kunnen sparen. En als je dan zo, als we zo vlak naast elkaar hebt, voel je dan toch dat je gewonnen hebt? Denk je van ja... Nee, je voelt wel dat je gewonnen hebt. Ja, dat kun je ook zien. Maar het was wel spannend. En ik zag die van Tim aankomen. En die hebben we niet cadeau gekregen vandaag.
Nou, geniet er even van en opladen voor de finale. Ja, ik hoop dat we allebei, vooral de Ruiter, even op kunnen laden voor de finale. Dank je. Oké. Okay. Nou gaan we beginnen aan de finale knolleren 2023. Met aan de start, nummertje 1, Paul van der Weijer. Hij gaat strijden tegen Mitchell Lemmes. Die van Mitchell had een mooie kop op een slag erop zetten. Altijd wel leuk om net te zien. En ze hebben er zin in. De fluit kan elk moment vallen. En ze zien los, ja! Paul de Weijer, die wil er toch niet achterblijven hier bij Mitchell. Maar Mitchell had een kleine voorsprong. En het gaat nou wel harder als in de eerste ronde met Paul. Maar het gaat voor een knol redelijk op high tempo hier. En ze blijven goed aan elkaar hangen. Paul zegt, Pietje, ik kan het een beetje beter voor Paul gaan. Moet hij me toch wel gas gaan geven, maar ik ben ze kwijt, jongens, zo hard gaat het dan toch ja, wel. Ja, dan komen ze aan en ze liggen nou weer vlak bij elkaar. We kennen ook niet anders. Al die knollen komen nu dezelfde stijl van Cor Gerrits. Die kennen elkaar, die slopen met elkaar, die eten met elkaar, die poepen met elkaar. En dan rijden ze langs elkaar. Die twee knollen met Paul van der Weijer en met je Lems, mensen, moedig ze aan. Want één van de twee gaat lopen met die felbegeerde titel Knollenritwinnaar 2023. Met je Lems en Paul van der Weijer. Hier op die laatste rechte lijn, zie nou door de bocht. Langs elkaar, wel in galop, dus dit ziet er goed uit. Ah ja, we hebben ook nog keigoeie oren, die knollen. Ik zeg, nog in galop en ze springen in een draf. Maar nog steeds let hier Mitchell weer op en Paul zit er langs. En het ligt eraan dat Paul in de beugel kwijt is. Maar hij zit er nog op, blijft erop zitten. En Mitchell die zit er mooi in en dan zet Jan. En dan gaat het gebeuren. En dan lukt het dan toch nog. Paul van der Weijer. Mitchell Lemmes. Paul van der Weijer. Mitchell Lemmes. Winnaar! Paul van der Weijer. Klopt hier. Mitchell Lemmes. Paul van der Weijer. Op de laatste 50 meter. Nou, ik weet niet wat gebeurde, maar dat ding, dat schiet dan. Van harte gefeliciteerd. Knollenritwinnaar 2023. 3 weken geleden teleurgesteld en nou ben je gewoon knollenritwinnaar. Ja, mooi. Fijn gevoel. Zeker. Hoe ging de rit? Nou, in principe, in het begin hij ging wel op zich wel goed weg. Ik zat aan de binnenkant, alleen Mitchell die lag net iets voor, dus hij trok hem naar binnen toe, dus ik moest buitenom. Toen verloor ik eigenlijk mijn beugel een beetje ongelukkig. En ik denk een meter of 50 van tevoren, toen kreeg ik hem terug. Toen kon ik hem weer goed aansporen en toen kon ik er overheen. Ging je? Ja. En nou? En nou, feest vieren. Ja. Geniet ervan. Nogmaals van harte. En ja, mooie maandag. Ja, dankjewel. Zien we er klaar voor Medworld Finale 2023. Dilano van Nuenen tegen oud-koning Rens Verberg. En Dilano komt een duker over. Bij de start even graag een beetje rustig. Maar onderweg moet ik ze aan allebei. Want het is niet niks. 13 jaar gaat er maar aan staan en je komt meteen hier in de grote pool terecht. Ja, dat droomde van. En of je het dan houdt of niet, dan ben je toch een baas, echt waar. Dilano, jongen, ademhalen, hè, de wette. En gas op die lolly, jongen, gas op die lolly. Goed zo, moedig hem maar aan. En hij is aan het opstappen naar zijn startvak. En Rens zit ook op zijn paard, op zijn volbloed. En die mag achteraan starten hier. En dan is het wachten op het signaal van Twan Striphout. En dan gaan we zien wie er in 2023 met de titel naar huis gaat. Is het een routinier of een debutant? Het is gruwelijk spannend. Even kijken of het gelijk opgaat. Rens is ook op de baan. Dilano is er bijna. Even kijken. En ze moeten nog een keertje draaien. Het was bijna goed getimed, maar ja, de puntjes op de i hier. Hè. Die startcommissie, hier, jongen, die onverbiddelijk, die gasten. Dat moet perfect zien.
Enfin, er wordt wat gedraaid. Enfin, jullie kunt het zien. Ja, ze zien los. En er gaat eruit, zijn niet meer. En Dilano, die moet god gruwelijk op stoom komen. En dat doet hij ook. En Rens verbergt. Jongen, jongen, jongen. Dilano, jongen, gas met een beestje. Gas. En hij komt eraan. Hij probeert het dicht te rijden, maar Dilano heeft tempo nu ook gevonden, zie ik. Ik ben ze kwijt. Ja, dan komen ze aan, mensen. Metrofinale 2023. Met aan de leiding Dilano. En dan vlak achter Rens Verberg. Met al zijn ervaring. En Rens die spoort hem flink aan. Rens die moet wel weer het goed maken. Het is nog steeds Dilano. Nog steeds Dilano. En gaan we het hier meemaken. Dan ben ik van 13 jaar. Kunnen van de metros wat. Dilano verdienen. Dilano verdienen. Rens Verberg. Kunnen van de metros. Dilano van Lune, met 13 jaar, wordt hier koning van de metros. En van slot Rens Verberg met 3-4 lengtes. Jee, jongen! Ja! Je zit het nog, hè? Lekker, jongen. Dilano, waar is dat? Hartelijk gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, ja, ik heb geen idee. Je begon vanmorgen van, nou, ik kijk wel. En nou ben je gewoon koning van de metros. Ik dacht in het begin gewoon rustig aan, kijken wat kan. En dit had ik sowieso nooit verwacht. Nee. En dus samen met prins Toon en koning van de metros. Nou, wat een carnaval. Ja, dat is het allergeweldigste wat er is. Ja, nou... Top gedaan. Ja. Geniet ervan. Dankjewel. Geluk ik, die maakt me blij. Rest van mijn leven ben ik erbij. De metworst, het blauw mee wit. De metworst, het blauw mee wit. De vijen het volk gewekt, de weg met gele zand bedekt, met worst is koningsrit. Jan, en wat hebben wij toch een fantastische ochtend met elkaar meegemaakt. Heel veel paden, heel veel spannende races, heel veel goede ruiters. En er kan maar één de winnaar zijn. En die staat hier naast me. Ongekend als debutant, 13 jaar. Nou, en hier staat hij dan. Echt voor. Super. Koning 2023, Dilano van Lune! Hey! 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 Dat is echt niet normaal. Je hebt 2 weken geleden heb je ook nog de ruiterproef gedaan. Je hebt meer dan goed gedaan. En iedere ruiter moet een ruitercertificaat behalen dat hij ook goed kan rijden. Maar dat heb jij vandaag laten zien. Ongekend hoe snel jij je paard op de been zet. En jij dacht, ik kijk niet naar achter, ik ga gewoon recht op de finish af. 3 keer. Gosto. Je hebt het paard niet gespaard. Super goed gedaan. Dit is een koning. En dit is een koning die wij nog veel vaker gaan zien. 13 jaar, dames en heren. Ik wil het nogmaals benadrukken. Het is een hele, hele spannende ochtend voor alle ruiters. Moet je nagaan dat zo'n jonge jongen toch met deze spanning om kan gaan. Ongekend. Heel goed gedaan. Ik zou graag het woord willen geven aan mevrouw Nina Jielsen. Dankjewel, Dick. Ja, welkom allemaal hier weer op deze historische plek, de Belastenhoeve. De hoeve waar de historie wordt voortgeleefd. Wij handhaven het recht van onze voorvaderen. En we hebben vandaag weer inderdaad een winnaar. Metworst Maandag. Ik vind dit eigenlijk het meest intieme moment van de Metworst. Dat jullie hier zijn. Voorzitter, aan het moment van het bestuur hebben we de crème de la crème van de ruiters onder ons hier. Een handjevol pers, burgemeester. En dat is het. En het is ook natuurlijk de ouders die heel mooi achter deze winnaar staan. Dat maakt het ook zo intiem, want er gaat zoveel emotie. Komt er zoveel emotie bij kijken bij die Metworst. En dat was ook vandaag weer voelbaar. En ik voel me dan ook echt heel erg vereerd dat ik al. Ja, als achter kleinkind naar 170 jaar geleden, die eerste beschermheer, hier nog mag, ja, dat ik hier sta en dit mag blijven doen. Dus dat is voor mij ook nog steeds een groot cadeau. En ik zie hier dus deze mensen allemaal staan, maar boven alles uitstralend staat hier Dilano van Lune. De winnaar van de Metworst 2023.
Dilano, wat is jouw geheim? Niks. Ja. Je hebt gewoon gedacht, ik ga erop zitten en het ging het een beetje vanzelf? Of heb je echt gestreden als een beest? Ja, dat wel. Een beest. Wel moeten rijden voor, maar... Ja. Ja. Ja, het ging vrij makkelijk af. Ja. Nou ja, dat is ja, prachtig. Dat belooft inderdaad nog heel veel goeds. Prachtig. Ja, we zijn hier natuurlijk voor die goederen, dus ik ga jou ze ook overhandigen. En dan begin ik met het schild. Oh. Of misschien ken je het niet. Ja. Ja. En dan zet je altijd op je hoofd. Gewoon bodywork. Echt niet. Ik ga voor maat, maar. Ja, dan moet ik hem een glaasje bij. Ja, ik denk 12-4. Dat staat je goed hoor. Een job te groei. Ja, dat is een mooie krant. Ja. Okay. En ja, dus kijk, dan doen we eerst de worst, hè? Hangt mij op die kop aan. Beetje koud. Volgens mij kun je wel tegen de stootje, maar kan niet anders. En dan mag je deze ook nog vallen. Lukt dat? Dit is wel echt het plaatje van de kring. Waarom heb ik hier ermee gemaakt? Hou goed vast. Want dit is wel het plaatje. Want je bent nog geen koning, dat doen we straks bij de Wilhelminaboom. En dan wil ik Dick nog even het woord geven. En daarna komen we bij de knollen bijna ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Nou, we hebben ook hele snelle paden gezien. En we hebben ook nog wat langzamere paden, of langzamere knollen gezien. Maar dat is ook altijd een heel mooi spektakel. En daarom wil ik winnaar van de knollen het even naar voren roepen. Ik zeg altijd, een dag zoals vandaag moet samenvallen. Je moet heel veel geluk hebben. Met was geluk is een heel veel voorkomende kreet die jullie vaker horen. Jij hebt ook heel veel met was pech gehad de laatste weken. Want eigenlijk wilde Paul meedoen aan de koningsrit. Maar paarden moeten gezond zijn, moeten helemaal goed zijn en fit zijn. En helaas was dat niet zo. Dus uiteindelijk heeft Paul gezegd, luister, ik doe niet mee met de koningsrit. Maar ik doe dit jaar mee met de knollenrit. En dan ga ik kijken of ik dan op die maandag mijn geluk kan beproeven. En ja hoor, het is helemaal geluk. Twee keer er hard voor moeten vechten, maar meer dan verdiend. Winnaar knollenrit, Paul van der Weijer! Hey! 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 Dan zal ik jou... zal ik hem even neerleggen, ja. Die laan? Ja, dat is heel zwaar. Dat doen we even zo. Hoppakee. En ik wil je eigenlijk nou een hand geven. Gefeliciteerd. Ja hoor. Kijk je toch nog een beetje met voor ons extra bloed aan je. Gefeliciteerd hè. Ja, joh, Paul. Oh, dankjewel. Paul, het is fantastisch dat je nu toch nog gewonnen hebt. Hè? En dan niet misschien voor het echte werk, maar dat komt. Dat ongetwijfeld. Ja. Ook nog 3 hoeraatjes voor winnaar van de knollenrit, Paul. Hey! 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 En dan zou ik nu graag het woord geven aan onze mooie nieuwe burgemeester, Marieke Moorman. Ja, nou, wil jij nog iets... Ja, dankjewel, want je zegt dat dit een heel bijzonder en intiem moment is. En zo ervaar ik het ook. En het is mijn eerste matworst, dus niet alleen die van jou, Dilano, maar het is ook mijn eerste matworst. En ik heb een geweldige ochtend achter de rug. We zijn vanochtend met voormalig burgemeester Karel van Soest, daar staat hij. Ze hebben gestart bij Hotel Ries en helemaal via Boksmeer en Zandbeek naar Fortum gelopen. En we hebben volgens mij elke tent aangedaan hè, waar we even terecht konden. En af en toe, we zagen jou al in de eerste manche voorbij komen en in de halve finale. En ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen, beste mensen. Want het is echt fantastisch om op deze manier, in mijn tweede week van de burgemeesterschap, om op deze manier kennis te maken met het matworstrennen. En met überhaupt carnaval in Land van Kuik.
En dat er dan iemand wint die dan ook voor de eerste keer als debutant meedoet. Ik vind het echt fantastisch, Dilano. Ik zie dat je er nog een beetje beduusd van bent. Ja. En misschien zakt het vandaag vanzelf in. Volgens mij heb je nog een heel druk programma vandaag. Ja. Gelukkig heb je de rest van de week gewoon nog vakantie. En als je dan maandag op school bent, dan kan je gewoon even de stoere bink uithangen. Ik vind het echt een prestatie van Jewels. Dus ik wil jou echt van harte feliciteren. Ik zal in ieder geval nooit vergeten dat jij de eerste, mijn eerste winnaar van het Metworstrennen bent. En ik wil natuurlijk jouw buurman Paul ook geweldig feliciteren. Want het was ook heel erg leuk om die knollen. Ik had het idee dat jullie een beetje inhielden halverwege. Of leek dat maar? Of doet het paard dat zelf dan? Ja, soms heeft hij een eigen wil. Kijk, dat is het beste. Paarden en mensen met eigen. Dus jij ook van harte gefeliciteerd. En ik wens jullie een hele mooie rit dadelijk. Naar Boksmeer, dan zien we elkaar daar weer. Hè. Dus van harte gefeliciteerd. En volgens mij moet ik nou zeggen, Karel. Ja, ik zeg altijd: leven Boksmeer, leven de Metworst. Ja, maar dan doe ik gewoon: leven de Metworst! Ja. Hey! 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 Oké, okay, dan zien we elkaar straks bij de Wilhelminaboom. Ja, en familie, broeder, weer heel hartelijk bedanken dat we hier weer zo gastvrij zijn ontvangen. Dus dat is jullie ook nog wat. En we gaan, ja, ik ben een beetje, anders een beetje. Dankjewel. Had je alle vriendinnen gehad? Nee. We zijn heel mooi in blauw-wit. Paul? Komt aangerend. Ja. Kijk eens aan. Alsjeblieft. De ding is zwaar. Echt waar, we hebben het net bij de Blast hoeveel keer gezegd. Wat ging die zo snel uit de startblokken? Ongelooflijk. Hij is een waardige koning. Hij heeft heel veel oud-koningen verslagen. Ze dachten, die debutant, die pakken we wel. En Dilano dacht, mij krijg je niet te pakken. Ongelooflijk hoe hard hij ging op zijn halfbloed. Ja, je hebt het heel goed gedaan. En nogmaals, deelnemen aan de Metworstrennen als 13-jarige debutant. En hij staat hier gewoon als koning. Je ziet het. Ongeacht of je nou 5 jaar paardrijdt, 10 jaar paardrijdt, 15 jaar paardrijdt, je kunt altijd koning van de Metworst worden. Of je nou 13, 20 of 25 bent, het maakt niet uit. En het bewijs staat hier naast me. En nog 1 keer, of nee, 3 keer hoera voor de nieuwe koning van de Metworst, Dilano van Dunne! Hey! 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 En nogmaals, super goed gedaan. En iedereen zal jou dadelijk gaan feliciteren. Dit is een heel bijzonder moment. Jouw helm mag even af. Je hebt bij de belaste hoeve al een heel mooi schild gekregen. En iedere oud-koning heeft een schildje op dat schild. En dit schild spreekt zoveel historie. En die historie zie je terug op het Fortuinsveld met onze mooie traditie. En met zo'n nieuwe koning bepaalt ook weer dat de traditie nog vele eeuwen door zal gaan. Jong of oud, het maakt niet uit. Koning worden kan iedereen. Heel, heel, heel goed gedaan.
En jij gaat er de komende dagen heel veel van genieten. Als vereniging zijn, hebben we ook een beschermvrouw, Nida Hielissen, en dan geef ik graag het woord. En Dick zei het al heel mooi. Al eeuwen spat dat gouden zand in ons gezicht op het Fortumsveld. En al eeuwen strijden daar de ruiters voor die titel om koning van de Metworst te worden. Om de held van Boksmeer te worden. En soms begint het met een grap of een weddenschap. Maar meestal groeit het al snel uit tot wel heel serieuze topsport. Want laten we niet vergeten, de meeste ruiters, daar zitten uren in van training. En er zijn masseurs voor de paarden. En weet ik het allemaal, hè? Fysiotherapeuten, hoefsmeden. Er komt zoveel bij kijken. En dat zit er allemaal achter. Maar deze jongen hier, van 13 jaar, die stapt even op zijn paard en die verslaat daar een tal van koningen, topsporters. En hij doet alsof het niks is. Maar jij hebt het gedaan, Dilano. Jij bent de koning van de Metworst 2023. Hey! 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 En ik zeg koning, maar je bent natuurlijk pas een koning met een kroon op je hoofd. En ik heb hier twee lieftallige assistenten. Ik probeer mijn eigen kinderen ook een beetje te besmetten met het Metworst-virus natuurlijk. Stans, ik ga de kroon van jou even pakken. Dankjewel, de vijfblazers, ook voor hun een applaus! Prachtig, daar zit ook dat hele Metworst gevoel in. We hebben hier een prachtige koning staan. Maar we hebben ook nog een winnaar van de knollenrit. En die gaan we natuurlijk ook even naar het zonnetje plekken. We hebben het fanteam. Ja, Paul. Je kon niet meedoen met het echte werk, maar dit heb je wel geflikt. Je ging ervoor en je hebt het overwonnen. Het is je gelukt. En ik ga jou deze geven. Alsjeblieft. Hoort er ook bij. Ook drie hoeraatjes voor de winnaar van de knollenrit. Paul van Meijer. Hey, en dan nog één keer de koning in het zonnetje hier zetten. Want nu komt het echte mooie schildje waar Dick al wat over zei. Jouw persoonlijke schildje wil ik jou ook nog gaan omhangen. Ja, wij handhaven het recht van onze voorvaderen. De goederen zijn opgehaald bij de belaste hoeven. We hebben een nieuwe koning. Ja, het gaat net met die kronen. Blijft net hangen bij de oortjes. Maar straks wil ik ook graag de traditie voortzetten vanuit het beschermheerschap. En dan wil ik graag de ruiters van de Metworst, het bestuur en de genodigden uitnodigen binnen bij Riche om de erewijn te drinken. Dat zit al 170 jaar in mijn familie om dat te doen. Dus die traditie houden we er ook in. En ik wens jullie allemaal een geweldige carnaval. En tot volgend jaar. Lang leven de Metworst! Hey! 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 En als laatste wil ik jullie nog het woord geven aan onze benieuwde burgemeester Marieke Moorman. Dankjewel. Dankjewel mensen. Anderhalve week geleden werd ik hier binnen bij Riche geïnstalleerd als jullie nieuwe burgemeester van Land van Kuik. En dat is op zich natuurlijk een hele mooie traditie. Maar toen wist ik al dat er nog een veel mooiere traditie zou komen. Niet in de laatste plaats, omdat de hoornblazers toen, ja heel goed gedaan, bij mij op het podium stonden. En die zeiden, wacht maar op Metworst maandag, want dan gaat het pas echt beginnen. Nou, daar is niks aan gelogen. Ik heb een fantastische eerste Metworstrennen gehad. Ik vond het echt geweldig. En als ik als debutant bij het kijken dan ook nog aanwezig mag zijn bij de kroning van een debutant. Nou, wat willen we dan nog meer, Dilano? Fantastisch toch, of niet?
Ik wil jou van harte feliciteren. Echt fantastisch wat je gedaan hebt. En ik wil Paul ook van harte feliciteren. En jullie allemaal nog een fantastische middag toewensen. En ik zou zeggen, lang leven de Metro's! Dilano, hartelijk gefeliciteerd met je koningschap. Je werd vanochtend wakker en je dacht, ik ga voor de eerste keer meedoen aan de Metworst. Wat ging er door je heen? Eigenlijk niet zoveel. Gewoon ja, leuke Metworst maken. Eerste jaar rustig aan doen. Gewoon proberen eerste rit door te komen. En dat was gelukt. Ja, want je zei, hè, ik wil het gewoon eens ervaren hoe het is. Nou, je zegt het al, ik kom die eerste rit door. En toen dacht, wat dacht je toen? Van, hé, ik zit in de halve finale? Ja, dat dacht ik wel van, yes, het is me wel gelukt. En toen mocht ik de volgende ronde in. En toen dacht ik van, oh, ik ben wel weer als eerste over de streep. Dus ik mag nog een keer. En toen kwam de finale. En toen het paard van Roy was afgekeurd, was het alleen maar tussen Rens en mij. Ja, daar was de kans dus groter. Had je wel het gevoel van, dit kan ik gaan winnen? Je weet het nooit 100% zeker. Maar ik dacht van, ik had een goed paard, was goed fit. En 3 keer van goede voorbloeds gewonnen. En ja, dan dat het toch nog lukt, is wel mooi. Ja, en een hoop oud-kunningen weggereden, hè? Ja, dat ook, ja. Bij die finale rit, wij konden dat heel mooi zien. Jij zat zo rustig op het paard. Had jij echt geen zenuwen of zat het van binnen? Ik had niet echt zenuwen. Ik had ook, iedereen geloofde mij niet, maar ik heb geen zenuwen. Maar ik had het ook niet echt. Alleen met de finale, toen ik op moest stappen daarvoor, wel even iets. Maar als je er helemaal op zit, gaat het wel. Nou, ik dank je heel hartelijk. Ga genieten van alles, hè, want ook dit is voor jou nou de eerste keer. En laat het lekker op je afkomen. Een hele mooie dag. Dank je wel. De Metworst, de Metworst. Jonggezellen strijden door in grotten met elkaar. De Metworst, de Metworst. Zo gunt het al eeuwen elk jaar. 2 gikken, 2 fusten, 4,5 vergeskop. En 7 ellen met borst. De Metworst, de Metworst. Die witte boksen, koltrui en het blauwe kiel. De Metworst, de Metworst. Lang zullen ze leven.